Er wordt wel eens gezegd dat hoogsensitiviteit een soort van uitvindsel is van ouders die een vriendelijk etiketje zoeken voor hun kinderen met autisme. Er zijn ook wel mensen die denken dat hoogsensitieve mensen paranormale of bovennatuurlijke krachten hebben. Hoogsensitiviteit is onzin. Of misschien toch niet. Ben je gevoelig voor andermans stemming? Of heb je last van prikkels? Harde geluiden? Fel licht? Dan zou je zomaar eens hoogsensitief kunnen zijn. Hoogsensitiviteit bestaat dus. Het is echt een misverstand dat het onzin is. Maar het werd lang door professionals niet serieus genomen en gezien als hype. Pas sinds de jaren 90 is er serieus aandacht voor in de wetenschap. De laatste jaren zijn er steeds meer studies over verschenen en nu zijn er 150 artikelen over dit onderwerp beschikbaar. Uit al het onderzoek is gebleken dat maar liefst 20% van alle mensen hoogsensitief is. Dit klinkt redelijk zwart-wit. Je bent hoogsensitief of je bent het niet. Maar in werkelijkheid denken we dat dit meer een glijdende schaal is. Bijvoorbeeld helemaal naar links ben je niet hoogsensitief en helemaal naar rechts ben je wel hoogsensitief. En de meeste mensen zitten waarschijnlijk hier ergens in het midden. Daarnaast wordt de mate van sensitiviteit waarschijnlijk ook door culturele factoren bepaald. Bijvoorbeeld iemand uit Italië reageert sowieso al emotioneler, waardoor die persoon veel sneller in de categorie hoogsensitiviteit belandt. Evolutionair gezien is het eigenlijk ook best wel logisch dat er hoogsensitieve mensen zijn. Waarschijnlijk was het voor de populatie als geheel erg nuttig wanneer er individuele verschillen waren. Bijvoorbeeld een deel was juist heel erg ondernemend en nam risico's en ging bijvoorbeeld jagen. Het andere deel was juist veel voorzichtiger en gevoelig voor omgevingprikkels. Zij gingen dreigingen uit de weg en voorkwamen dat de groep als geheel in gevaar kwam. En die eigenschappen worden niet alleen maar bij mensen waargenomen, maar ook bij heel veel andere diersoorten. Maar hoe werkt die hoogsensitiviteit nou in het brein? Alles wat hoogsensitieve mensen horen, ruiken, voelen, zien, komt net iets meer binnen. En dat komt omdat hun brein net wat anders functioneert. Dat zit zo. We krijgen elke dag allemaal heel veel informatie te verwerken. Bij een niet hoogsensitief persoon bepaalt het brein aan welke prikkels we wel aandacht besteden en welke prikkels niet. En dat gebeurt met een soort van informatiefilter. Op een verjaardagsfeestje kan jij waarschijnlijk heel erg goed een gesprek aangaan met één ander persoon. Jouw informatiefilter zorgt ervoor dat alleen de tekst van de persoon met wie jij in gesprek bent door jouw informatiefilter heen gaat. Alle andere informatie die wordt gewoon buitengesloten. Bij iemand die hoogsensitief is, gaan er veel meer prikkels door het informatiefilter heen. Daardoor krijg je veel meer informatie mee van alles wat op de achtergrond plaatsvindt. Je hoort dat de muziek harder gaat, je hebt last van een flikkerend licht, je hoort allerlei harde geluiden op de achtergrond. Er vallen je ook veel meer details op, bijvoorbeeld de mimiek van iemand of de toon waarop iemand iets zegt of dat iemand een strikje draagt. En via je informatiefilter ziet dat er ongeveer zo uit. Dus alle gesprekken die je hoort, die vallen allemaal door je informatiefilter heen. Ook de details die je hebt gezien, die vallen door je informatiefilter heen. Dit kan zorgen voor overprikkeling en ook stress. Maar tegelijkertijd kan iemand die hoogsensitief is ook veel beter de sfeer proeven of die heeft het sneller door hoe het met iemand gaat. En het bewijs dat het brein van hoogsensitieve mensen meer prikkels doorlaat, zien we ook echt op hersenscans. Wanneer we foto's van blije gezichten laten zien aan iemand die in de MRI-scanner ligt, dan zien we dat het brein van hoogsensitieve mensen ten opzichte van laagsensitieve mensen meer reageert. Hoe geler het vlakje, hoe groter het verschil is in activiteit tussen iemand die hoogsensitief is en iemand die minder sensitief is. Je zou dus kunnen zeggen dat de hersenen van hoogsensitieve mensen meer bezig zijn met het verwerken van de informatie. De hersenen verwerken de informatie als het ware dieper. Oftewel, hoogsensitiviteit bestaat en mensen kunnen het hebben in meerdere of mindere mate. Het is een eigenschap dat mensen voordelen kan brengen, maar soms helaas ook wat nadelen. Ze kunnen bijvoorbeeld eerder overprikkeld raken en dat zorgt voor stress. Het is daarom echt niet vreemd dat hoogsensitieve mensen wat vaker last hebben van burn-out, angst of bijvoorbeeld depressie. Tegelijkertijd zijn hoogsensitieve mensen vaak empathisch, intuïtief, creatief en kunnen ze bovendien ook heel erg goed risico's inschatten. Om meer te weten te komen over hoogsensitiviteit en het ook meer geaccepteerd te krijgen, is het hard nodig dat we nog meer wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp gaan doen. Jouw geld staat helemaal niet op de bank. Ik ben Jaap, econoom, en in de volgende aflevering vertel ik je waar je geld dan wel is.